Lia Mutsjanaan. Hallo kinderen. Vandaag gaat het over de herfst. Wow. We leren wat er allemaal in de natuur gebeurt als het herfst is. We doen een spannende speurtocht in het Kabouterbos. En we zingen met jou een leuk nieuw herfstlied. Maar nu eerst de vraag van vandaag. Die vraag komt vandaag van Samuel. Ja, ik kijk wel uit hoor. Kijk eens hier. Er zitten ook spinnen. Spinnen? Uh-huh. Nou, ik ben niet bang hoor voor spinnen. Nee? De vraag van vandaag. Van die jij je verdeelt zijn meester Pieter Bas. Ik ben Samuel, ik ben 7 jaar oud. Ik woon op Curaçao. In de herfst hou ik ervan om in het plassen te stampen. Raaf, wat doe jij als het herfst is? Hey, haha, Samuel! Joey! Ja, herfst, dat is met de hand en hamster en een heleboel. Ja, want er vallen namelijk een heleboel bladeren van de bomen hè, in de herfst. Ja, wat ik doe als het herfst is, Samuel, nou, ik ben een standvogel. En dat betekent dat ik op dezelfde plek blijf wonen. Ik blijf gewoon lekker in Nederland in de herfst. Nu ik eet bijna alles, dus er is genoeg te eten voor mij. Maar ja, voor vogels die bijvoorbeeld graag insecten eten, dan is er in de herfst te weinig om te overleven. En die vogels die trekken naar warmere landen waar genoeg te eten is. Dat noemen we trekvogels. Ja, en die komen weer terug in de lente. Ja, er zijn ook dieren die hun hele buik vol eten en dan in de herfst en de winter blijven slapen in een hol. Oeh, ja, dat noemen we een winterslaap. Oh, dat lijkt me heerlijk, de hele winter slapen. Oh, lekker. Oh, ik krijg er nu al slaap van. Ik ga gewoon lekker. Nou, gaan jullie maar lekker door met de les, dan rust ik even lekker uit hier. En doei. U-S-les. Deze les gaat over de herfst. We leren over de seizoenen, de dieren en de bomen. De herfst is een seizoen, maar je kan het ook jaargetijden noemen. In een jaar komen er in Nederland 4 seizoenen voor. Lente, zomer, de herfst en de winter. Kijk maar even mee. In de lente gaat alles weer groeien en bloeien. Aan de bomen komt bloesem. Dat zijn prachtige bloemetjes. In de lente worden er veel dieren geboren. In de zomer is het vaak lekker weer. De bomen hangen vol met groene bladeren. Als je geluk hebt, kun je op een warme dag lekker naar het strand. Dan komt de herfst. De blaadjes aan de bomen veranderen van kleur en vallen naar beneden. Het regent vaak en het waait flink. Ook merk je dat het kouder wordt. In de winter zijn veel bomen kaal geworden. Het is vaak koud. Soms is het zo koud dat het vriest. Dan kan de regen als sneeuw uit de lucht vallen. En dan beginnen de seizoenen weer opnieuw. Kun jij me nazeggen? De lente. De lente. De zomer. De zomer. De herfst. De herfst. De winter. De winter. Goed zo. Het is herfst van 21 september tot en met 20 december. Door de stand van de aarde ten opzichte van de zon is het in die tijd korter licht en wordt het steeds kouder. De natuur maakt zich klaar voor de winter. Vogels die in de winter geen eten kunnen vinden,
trekken al in de herfst naar het warme zuiden om te overwinteren. Bijvoorbeeld zwaluwen, spreeuwen en ganzen. Dat zijn trekvogels. Muizen, mollen, wilde hamsters, maar ook de eekhoorns zoeken in de herfst naar eten om te bewaren voor in de winter. Ze leggen een wintervoorraad aan. Dat is slim, want zo hebben ze in de koude wintermaanden genoeg te eten. Andere dieren, zoals de vleermuis, de egel en de hazelmuis, gaan in winterslaap. Deze egel heeft in de herfst haar buikje rondgegeten en lang geslapen in een lekker warm holletje. Pas in de lente wordt ze weer wakker. Oh, wat een schattige egel. Ja. Ze had ook zo lekker lang liggen slapen. Wist je dat veel bomen in de winter ook slapen? Dat kan toch helemaal niet? Ja. Er staan helemaal geen bedden in het bos. Ja. Nee. Nee, wacht, laat me het uitleggen. Een boom heeft wortels, toch? Ja, onder de grond. Ja, daarmee zuigt hij water uit de grond omhoog. Door de stam, door de takken naar de... bladeren. Maar er is een probleem. In de winter kan het water in de grond bevriezen. Dan kan die boom dus geen nieuw water opzuigen met zijn wortels. Maar de blaadjes die aan de boom zitten, die verdampen wel water. Dus er gaat water uit de boom weg en er komt geen nieuw water bij. Dan droogt de boom uit en dan gaat hij dood. I know. Maar de boom heeft daar iets slims voor. Ja. In de herfst, als het kouder wordt, dan zuigt de boom al het bladgroen, het groene spul wat in de blaadjes zit, dat is eigenlijk eten voor de boom, zuigt die in zijn takken, dat bewaart hij daar. En daarom worden die blaadjes dan een andere kleur, want al het groen is weg, worden ze bruin, geel, oranje, soms zelfs rood. En daarna maakt hij een kurklaagje en dan valt het blad eraf. Maar zijn dat dan die bladgroenkorrels ja. of zo? Jij noemde dat een keer. De bladgroenkorrels, die zuigt hij uit de blaadjes. En daarna kan hij het blad laten vallen. En dan in de lente pas komen er nieuwe blaadjes aan de boom. Want dan is er weer genoeg water in de grond. Ja, dan stroomt het weer. Ja. Tjonge, wat hebben we veel geleerd over de herfst. Mm-hmm. Hé, en dat van die voorraad, dat vind ik echt een heel goed idee. Een wintervoorraad? Ja! We gaan ook een wintervoorraad aanleggen. Ja. Overal in huis verstoppen we lekkere dingen. Koekjes en zo. En als we dan trek krijgen. Als we dan trek krijgen, kunnen we het gaan opeten. Ja, dan eten we steeds iets lekkers van die voorraad. Lekker. In Nederland heb je prachtige bossen. Maar wist je dat er op Curaçao een echt kabouterbos is? Kijk, het staat daar op het bord. Kabouterbos. En wie zien we daar bij de ingang? Kabouterroodmuts. Als je gaat meten, zie je wel dat een kabouter kleiner is dan een mens. Ja, we gaan vandaag een speurtocht doen. We gaan op zoek naar de schat van Kabouterroodmuts. Een echte schat? Ja, we moeten bordjes met pijlen zoeken. Die wijzen ons de weg door het kabouterbos. Zoeken. Maar we moeten zoeken naar sporen uit een plaatje van kabouter roodmuts erop. Daar moeten we naar zoeken. Dus loop maar rechtdoor. Let's go! Gaan we op zoek naar het eerste spoor. Kijk, ik zie een bordje met een opdracht van Kabouter Roodmuts. Heb je hem? Zoek het pad van de boomstammen. Daar zijn ze. Zoek het pad van de boomstam.
Ik zie noten op de grond. Zeker van de boom gevallen. Weer een bordje. Oh, we moeten naar links. Een blote billen. Oh, daar! Een blote billen, kabouter. En moet je eens omhoog kijken hoe mooi de kruinen van de bomen zijn. We lopen steeds dieper het bos in. Maar nog steeds geen enkel spoor van de schat. Wel van paarden. We zien sporen van paardenhoeven. Kijk, de buitenvoeten. Daar ligt ze. Oh, een deurtje. Weer een opdrachtkaart. Ben heeft hem al gevonden. Een opdracht. Eline, lees maar voor. Zoek 4 verschillende blaadjes. En bekijk de achterkant. Hier is er één. De onderkant van het blad bekijken. Ja, oké. Nou, zoek allemaal een andere. Hier is er één. Eline heeft nog een andere. Dan gaan we kijken naar de onderkant. Dat is de opdracht. Dan zie je de bladnerven. Wat zien we dan? Onder een blad zie je de bladnerven. Die zorgen voor de stevigheid. En daardoorheen gaat het eten en drinken van het blad. Voordat een blad van de boom valt, trekt de boom de bladgroenkorrels eruit. Het blad verandert dan van kleur en wordt bruin, geel, oranje of zelfs rood. Die bladgroenkorrels zijn belangrijk voor de boom. Dat wordt gebruikt om later nieuwe blaadjes te laten groeien. Paddenstoelen! Paddenstoelen zijn belangrijk voor het bos. Ze ruimen oude bladeren en omgevallen bomen op. Er zijn ook dieren die graag paddenstoelen eten. Bijvoorbeeld de slak en de muis. Oh, we moeten weer door. Rechtsaf. Alle mensen die schrokken. Hé, daar kun je op lopen op die boom. Kom op jongens, omhoog. Zou dat de schat zijn? Ja. Maar denk nou eens aan de schat. Oh nee, het is een termietennest. Oneshi die komen heen. Termieten ruimen ook oude bomen op in het bos. Maar je wilt ze niet in je huis hoor, dan eten ze aan je dak. Ja. Let's go, op zoek naar de schat. Het zijn zaadjes van een boom. Ja, dat is wel mooi Neeltje, die zaadjes. Maar we moeten toch echt op zoek naar de schat van Kabouter Roodmuts. Lijkt wel in de vorm van een hart. Jongens, welke kant moeten we nou op? Zijn we verdwaald? Daar! Daar! Ja! Naar rechts! Rechtsaf, oké. Oh, ik voel het. We komen steeds dichterbij. Wat moeten we eigenlijk doen? Wacht op mij! Ik kom eraan! We moeten kruipen onder de lage takken. Ja, wie zit er daar verstopt? Benjamin, ben jij dat? Houd er ook niet. Zoek de schat. Hier niet. En daar ook niet. Is de schat misschien hoog in een boom? Waar kan die verstopt zijn? Ja, de schat! Yes!
Kom, zit erin. Kabouternoten. Echt heel veel noten. Kabouternoten? Ja. Oh, daar ben ik gek op. Zijn ze wel vers? Zou kabouter rood met zielen verstopt? Ja. Ik ga ook even proeven. Wauw. Het was een leuke speel. Dag. Doei. Dag. Liedje. In de herfst vallen blaadjes van de bomen. Mooie kleuren, rood, geel, bruin. Als de winter is gekomen, kale bomen in de tuin. In de herfst vallen blaadjes van de bomen. Mooie kleuren, rood, geel, bruin. Als de winter is gekomen, kale bomen in de tuin. Herfst, 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 herfst. Het is weer herfst. Herfst, 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 herfst. Het is weer herfst. In de herfst wordt het steeds wat kouder, blijft de zon langer weg. Mensen die van warmte houden, ja die hebben even pech. In de herfst wordt het steeds wat kouder, blijft de zon langer weg. Mensen die van warmte houden, ja die hebben even pech. Herfst, 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 het is weer herfst. Herfst, 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 herfst. Het is weer herfst. In de herfst is er volop regen, grijze wolken in de lucht. Lekker in de plassen spelen, trek je laarzen aan, kom vlug. Herfst, 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 herfst. Het is weer herfst. 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 Hey, daar zijn jullie alweer. In Nederland zijn er in de herfst altijd heel veel spinnenwebben te zien. Ik dacht, ik maak een mooi spinnenweb en dan vang ik Pieter Bas in mijn web. Is dat een goed idee? Ja! Pieter Bas! Ja? Kom je binnen? Mag ik een dag zeggen? Ja, maar wel je ogen dicht. Waarom? Ja, dat merk je wel. Kom maar binnen hoor. Dicht. Heb je een verrassing? Ja. Kijk ja. Eens! Ah. Wat is dit? Ik ben gevangen in een spinnenweb. Ja. Oh. Pas bij de herfst. Ja, toch wel. Oh. Het is plakkerig. Lukt het? Ja. Maar ik bedoelde het als een grapje hoor. Ik was er wel ingetrapt. Nou, dit was het dan alweer. De Otrevia. Tot de volgende keer. Grappig hè? Ja, heel grappig. Iets voor jou. Voor mij? Ja. Oh, cadeau. Ah! Hij gaat je pakken. Oh, jij was toch niet bang voor spinnen? Jij was toch niet bang voor spinnen? Nou, een beetje dan. Oeh, ik hoop maar niet dat ik vannacht in je bed gaat. Wil je elke woensdag een nieuw filmpje zien? Ja! Dan kun je abonneren. En klikken op de bel. Dan zien we je snel. Abonneer is helemaal gratis. Dus waar wacht je nog op?